Hey, het is super warm buiten. Er is geen wolkje aan de lucht. Er is ook echt super veel zon. Inderdaad, de summer is back. Morgen wordt het 37 graden en dat is echt veel te warm. Heel veel van ons, waaronder ook ik, zijn eigenlijk niet voorbereid om zo'n warme dag te doorstaan. Maar om het toch een beetje draagbaarder te maken, heb ik vandaag voor jullie 5 tips en een bonus. Dus eigenlijk 6 tips om zo'n zomerse hitte te overleven. Nu, ik zit wel buiten en er is ook een beetje wind, dus ik hoop dat jullie mij verstaan. Als jullie mij niet verstaan, heb ik een probleem, want dan kan ik heel deze video opnieuw gaan filmen. Maar we gaan ervan uit van wel. Zowat, 5 tips dus om de zomerse hitte te overleven. Let's go! Mijn eerste tip is, draag geen donkere kleren. Zoals jullie misschien wel weten, trekt donkere kleuren zoals zwart, donkerblauw, donkergroen, zo al die donkere kleuren, trekken de zon heel sterk aan. Je kent het wel dat als je een zwarte broek aan hebt, dat je echt voelt je benen branden. Wel, dat is gewoon omdat donkere kleuren de zon aantrekken. Trek dus zoals mij bijvoorbeeld een licht t-shirt aan, een licht broek, een licht shortje, een lichtblauw of lichtroze of gewoon een licht kleurtje, in dat de zon niet zwart aantrekt en je zult het automatisch minder warm hebben. De tweede tip is water drinken. Dat is echt een tip dat over het algemeen heel bekend is. Drink gewoon genoeg water. Blijf gewoon goed gehydrateerd, zodat je zeker niet uitdroogt. Want ja, als je genoeg water drinkt, dan voel je ook niet zo suf en niet zo slap. Dus ik raad je gewoon sterk aan om genoeg water te drinken. Vul gewoon een drinkfles. Je kan er eventueel ook lekkere fruitjes in doen, zodat het een lekker smaakje heeft. Of je kan ook zomerse drankjes maken. Daar heb ik trouwens vorig jaar een video over gemaakt. Ik zet het link hier even in de i, zodat je zomerse drankjes ook zelf kan maken. Maar drink gewoon genoeg. Probeer het bij water te houden of water met een smaakje of iets anders fris. Maar drink. Mijn derde tip is om de warmte buiten te houden. Daarmee bedoel ik dat je zoveel mogelijk moet proberen de deuren toe te houden, de ramen toe te houden, de gordijnen toe te doen, zodat de zon niet echt recht in je kamer bijvoorbeeld kan schijnen. Als je nu een kamer hebt waar echt de hele dag zon in schijnt, probeer dan 's morgens heel even je raam op te doen als het nog niet te warm is. Dan doe je voor de rest van de dag je raam toe en ook je rolluik toe als je dat hebt. En dan pas 's avonds als de zon ondergaat, kan je je raam best terug openzetten, omdat het dan toch al wat frisser is. En zet dan ook gelijk je deur open als je raam openzet, zo is er circulatie. En dan zal de frisse lucht veel sneller verspreiden. Tip 4. Zorg voor verfrissing. Als het een warme dag is, zoals morgen, als ik dit film, en het ja, wordt gewoon echt gewoon ondraaglijk warm, zorg dan voor wat verfrissing. Desnoods spuit je jezelf 5 keer per dag af met een tuinslang. Of ga naar de winkel, koop een opblaasbaar zwemmetje. Weet ik veel. Maar verfrissing kan echt altijd deugd doen. Want ja, wat is er gewoon fijner als je je kapot zweet door de warmte en dan heb je verfrissing. Dat is gewoon wauw. Mijn vijfde tip is om je in te smeren. Dit is ook gewoon een over het algemeen heel bekende tip, allee, dat je moet doen als het heel warm wordt. Want als het warm is, ja, dan schijnt ook de zon en dan heb je ook vaak de neiging om in de zon te gaan zitten. En je merkt vaak niet zo snel dat je verbrand bent, maar 's avonds, ja, dan heb je ineens knalrode armen en dan ben je echt gewoon verbrand. Probeer daarom je toch goed in te smeren, vooral je gezicht en je schouders en ja, je hals, zo daar, die plekken die heel gevoelig zijn. Want ja, echt zo verbrand zijn, dat wil je niet en dat is ook gewoon heel slecht voor je huid. En dan mijn bonus tip, en dit is een tip voor als je moet gaan slapen. Het ergste van al dat er gewoon is, als het na een warme dag, is het gaan slapen. Want je kamer is meestal veel te warm, je hebt het zelf ook veel te warm. Je kan gewoon niet in slaap geraken door de warmte. En daarom heb ik een tip. Je kan je kussen 's morgens in een plastic zakdoek. Je kan 's morgens bijvoorbeeld je kussen en je deken in een zak steken en in de diepvries steken of in de ijskast steken. Ja, best in de diepvries. En dan een uur voor je gaat slapen haal je die eruit en dan is het nog lekker fris. Of een uur of een half uur voor je gaat slapen haal je die eruit. En dan kan je gewoon op een fris kussen en een fris deken slapen. En voor je gaat slapen kan je ook een koude douche nemen. Ja, ik denk dat het ook wel zalig is als je zo heel erg wat gezweet hebt, dan plak je s'avonds helemaal. En als je dan een verfrissende douche kan nemen, dat is echt zalig. En een tip is om op het einde van je douche, echt een minuut voor je uit de douche gaat, de kraan echt helemaal op koud te draaien, waardoor je het echt ijskoud krijgt. En dan uit de douche gaan, zonder dus nog eens met die warmte te overspoelen. Zodat je het dus echt goed fris hebt en dan direct in je bed gaan. En dan
Ja, dan heb je het gewoon lekker fris. Je kan natuurlijk ook altijd een airco, zo'n blazertje in je kamer zetten, zodat het daar gewoon fris is. En ja, er is gewoon natuurlijk niks vervelender als niet in slaap geraken door de hitte. Zo, dit waren mijn 6 tips. Ik hoop dat je nu de zomerse hitte gaat overleven. En ik hoop dat in de echte zomervakantie ook elke dag zo mooi weer is als nu. Doe deze video alvast een duimpje omhoog als je het leuk vond en als je een van de tips gaat gebruiken. Of als je nog een andere tip hebt, laat die dan zeker achter in de comments. Ik ben heel benieuwd. Vergeet ook zeker niet te abonneren, zo blijf je helemaal op de hoogte van mijn nieuwste video's. En het is ook helemaal gratis, dus doe het zeker. En ik zie jullie heel graag binnenkort weer. Doei!